Morgen. 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 Ja, goeiedag. Goeiedag. Ik begin maar even met jou, maar we in ieder geval uttereren. Van harte presteren in de 65 uur. Het is de derde keer geloof ik dat ik hier ben. Ja, met 50, met 60. Dan komt hij dit soort geleerd in de vakantie, hè? Dat is gewoon zo. Ja, dankjewel. En gezondheid samen, hoe heet dat? Ja, soms kan ik wel zeggen, we hebben allebei een sukker. Ja. En we hebben het niet op dit gevolg. Mijn man wordt een slechte leren. Dus. Ja, maar het horen. Dat is zijn woord. Dat ben je niet aan de wijn. Ik ben niet aan de wijn. Dat hoort, maar dat hoort niet zo, joh. Ja, dat is een beetje uitkijken zo. Dat merk ik dan. Ja. Is dat goed? Dat ziet er meneer. Vandaag zijn we op een feestelijke bijeenkomst. Een 65-jarig huwelijk. De wethouder vertegenwoordigt de burgemeester even vanwege vakantie. Maar we hebben ook even gehad over plezier en verdriet. Wat heel dicht bij elkaar ligt. Zeker voor de gemeente Elburg. Wat vindt u zelf? Nou, dat is natuurlijk ook zo, maar vanaf de andere kant, dit is ook zo het leven is. We hebben vorige week een motorongeval gehad, waarbij een man van 50 jaar overleden is. We hebben afgelopen week het meisje van 17 jaar gehad. Dat kent iedereen in Elburg. Dat grijpt in de gemeenschap als de onder, waar iedereen weet wie iedereen is, zo diep in. En vandaag hebben we hier een 65-jarig huwelijk. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is ook goed om daar te zijn met de kinderen. Maar het is wel hoe een gemeenschap werkt. Het is verdriet, leed, maar het is natuurlijk ook een dag als vandaag. En de vier dagen mogen er natuurlijk ook zijn. Betekent ook, van, tenminste dat merk ik zelf, dat juist in deze gemeente er erg veel huwelijken zijn van 65 jaar. Is dat opvallend? Ja, ik weet het niet. We hadden het er net al over. Ik weet wel dat ik hier al voor de derde keer mag zijn, met het 50-jarige huwelijk en de 60-jarige huwelijk ook. Maar dat heeft meer met de vakantieperiode van onze burgemeester te maken, denk ik. Maar het kan wel zijn dat in de 50 jaren de mensen wat meer moed en energie hadden. De oorlog lag natuurlijk achter hun en er was wat meer zicht. Dus het huwelijk, dat was natuurlijk een stap die men wat makkelijker durfde te maken. Dus ik denk dat dat wel de reden is dat het aantal 65-jarige huwelijken wat meer dan gemiddeld is nu. Ja. Nou, dat houdt ons een beetje in ieder geval in evenwicht. En laten we hopen dat er nog heel veel huwelijken dit aantal mogen maken. 65 jaar en wie weet nog wel meer. Dat lijkt me ook. Het is een hele uitdaging voor ons allemaal nog. Dank u wel. Vandaag zijn we bij de familie van der Wolde. En het is hier prachtig, want we zitten in een hele mooie omgeving. En er is een feestje. 65 jaar getrouwd. Ja, en het echtpaar zit toch nog wel heerlijk. Prins heerlijk zou ik haar zeggen van gezond hier in de kamer. Met kinderen en kleinkinderen zelfs om zich heen. Hoe hebt u elkaar ontmoet? Nou, ik zat niet met hem mee. Dan heeft het vast niet veel indruk gemaakt. Maar ik ga me ervan... Ik heb net al gezegd, ik was altijd vriendin met zijn zuster. En zodoende bij wel elkaar kwam. Ja. Niks in apartheid. Komt u zelf ook uit Elburg? Nee, Oosterwolde. En uw man komt uit? Ja, die heeft hier altijd gewoond. Dus ook een Elburger? Ja. Ja, dat was Doornspijk. Was dit gemeente Doornspijk? Ja, dat was gemeente Doornspijk. Ja. Maar jullie hebben altijd op de boerderij gewoond en kinderen gekregen? Drie. Meisjes, jongens? Twee jongens en één meisje. En één jongen en één meisje zitten hier dus. En misschien ook al kleinkinderen? Nee, vier jongens en vijf meisjes. Nou, geweldig toch? En nou, ik durf dat niet te vragen, zijn er ook al achterkleinkinderen? Opkomst, twee. Nou, wat geweldig. Ja, dan kun je terugkijken op een zegenrijk huwelijk, zou ik haar zeggen. Vandaag is het feest en wordt er nog wat gevierd? Vanavond met een barbecue en zo, met broers en zusters. Mijn kleinkinderen en kleinkinderen. Het wordt een hele familie. En een paar buurtjes. Ja, die horen er natuurlijk bij, hè? Ja. Dat geloof ik direct. En ik wil toch nog wat aan uw man vragen, want die zit Prins heerlijk te kijken, ja, van te lachen. Ik weet dat hij het niet allemaal verstaat, maar we gaan toch even een poging nemen. Hij heeft het oorapparaat op tafel liggen. Dan wordt het een beetje moeilijk, denk ik. Meneer Van der Wolde, hoe voelt u zich vandaag?
Maar minder voor vragen. Je moet me niet zoveel vragen. Nou, uw vrouw kan het heel goed verwoorden. Daar ben ik in ieder geval van overtuigd. Maar hij geniet wel, dat weet ik zeker. Zeker, ja. Ja. Zijn er nou bijzondere dingen waar u op terugkijkt? Ach ja, de geboorte van de kinderen. Ja, en die feestdagen dat we allemaal gevierd hebben, ja. En als u nou over periodes kijkt die waarvan u zegt van, nou die vergeet ik maar liever. Zijn die er ook geweest? En zo, ja, dat heet toch al die van de olde schoonolders, ja. Broers en zussen, ja, zwagers. Ja. En die mist u nu wel op zo'n dag? Ja, zeker. Mijn broer moest ook wel weer wegbrengen, want die was 40 jaar. Ja. Maar als u vandaag feest viert, dan is hij er vast en zeker bij. He, dat geloof ik zeker. Ja, ik denk er nog bij Sam, ja. Ja. Nou, het was fijn om hier te zijn vanmorgen. Gezellig met de hele familie om de tafel. En de wethouder die er was. Ja. Dus wat dat betreft, dan kan zo'n dag al niet meer stuk. Die hoort er ook bij, hè? Die hoort bij Elburg, ja, tuurlijk. Nou, we wensen u nog een hele fijne dag. En geniet ervan. Ja. Mooi dat je er geweest bent, hè? Dankjewel. Ja.